Lijn Sport. Met vandaag de wedstrijd Udi tegen Nuenen. Kan Udi in de thuiswedstrijd tegen Nuenen de 3-opeenvolgende thuisnederlagen doen vergeten en de punten in eigen huis houden? Udi, spelend met de vertrouwde 4-3 opstelling, met in het centrum van de verdediging Mark van der Meulenhof samen met de jonge Nick van Dijk. Halfveld de bekende namen en voorin de bekende namen Wolf van Veen en Van Zuidam. Tegen Nuenen, ook Nuenen spelend vanuit een 4-3 opstelling, met op het halfveld de sterkmaker Koen Jansen en Tom Jacobs en voorin met de gevaarlijke drie spitsen Wijnen, Noël Jansen en Patrick Philippaar. Het begin van de wedstrijd. Nuenen was de ploeg die in het begin voor het gevaar zorgde. Hier de eerste actie, Philippaar. De bal naar links en daar komt het schot en dit is de eerste redding van doelman Thijs van Hooy. Jansen speelt in. En daar Philippaar. Een handige linkerspits geeft de voorzet. Komt bij de nummer 11 Wijnen. En die verzuimt om de kans te benutten. Wat kan Udi daar tegenover stellen? Robin van Kuik wordt weggestuurd. De voorzet wordt weggewerkt. En Udi heeft zijn eerste corner. Ingestudeerde variant. Henskens brengt de bal voor. En bij de tweede paal kan Nick van Dijk niet voldoende kracht geven om de bal richting doel te koppen. De vrije trap voor Nuenen. Bal wordt hoog ingebracht. Ingekopt en Thijs van Hooy kan nog net met zijn vingertoppen de bal over het doel werken. De corner die daaruit voortvloeit. Eerste instantie weggekopt door Mark van der Meulenhof. Wordt opnieuw ingebracht en opnieuw kan Thijs van Hooy zijn vingertoppen tegen de bal zetten en de bal over het doel werken. Voorzet Tim Wolf en die bereikt spits Kevin van Veen net niet. Udi verder zoekend. Na de aanval hier de 1-2 Robin van Kuik, Tim Wolf. En Robin van Kuik gaat diep. En daar komt de voorzet. En zowaar de 1-0 voorsprong voor Udi door een eigen doelpunt van de nummer 3 Richard van Maltum. Voordat spits Kevin van Veen gevaarlijk kan worden, brengt Van Maltum zijn eigen doelman in de problemen en zet Udi op een 1-0 voorsprong. Net voor de rust. Een mooi moment om op 1-0 te komen. En dat gaf Udi vanaf dat moment wat vleugels. Hier de verkeerde inspeelpaas. Henskens speelt Bas van den Berg aan. Die met een schitterende steekbal zet hij Tim Wolf vrij voor de goal. En die kan zijn inzet, ziet hij gekeerd door doelman Voogd. De corner. Wordt doorgekopt, ingebracht, een beetje paniek. Mark van den Meulenhof wint het duel en daar komt de bal voor de voeten van Bas van den Berg. Maar die kan de bal net niet beroeren om zo tot de 2-0 te komen. Een volgende aanval en allemaal net voor de rust. En Udi gaat verder. De voorzet komt bij Kevin van Veen, maar die kan helaas niet tot een doelpoging komen. En we zitten net voor de rust. Aanval van Nuenen wordt makkelijk een vrije trap gegeven. En vanuit vrije trap wordt hoog ingebracht. Kevin van Veen mee naar achter gekomen, kopt weg. En dan komt de counter, de razendsnelle counter. Michiel van Zuidam zet Bas van den Berg aan het werk. Die ziet Tim Wolf en die zet hem vrij voor de goal. En Tim Wolf verzuimt net voor de rust de 2-0 op het scorebord te brengen. Door iets te lang te treuzelen, waardoor doelman Voogd de bal nog net kon beroeren. Tweede helft. Mamar aan de bal brengt Nick van Dijk in de problemen. En daar waar Nick van Dijk verzuimt om de bal weg te werken, en kan Thijs van Hooy uit de daaropvolgende aanval net voor redding brengen. Wordt weer ingebracht. Mark van der Meulenhof ruimt half weg. Bal komt toch goed terecht bij Bas van den Berg. Die brengt Robin van Kuik in stelling en die brengt Tim Wolf weer in stelling. En dan komt een razendsnelle counter van Udi. En de voorzet van Tim Wolf bereikt Michiel van Zuidam net niet. En de wedstrijd werd steeds opener. Twee ploegen die toch de nodige foutjes maakten, maar waardoor het een heel aantrekkelijke tweede helft werd met de nodige kansen. En het spel wat van links naar rechts golfde, op en neer. Hier de makkelijk gegeven vrije trap tegen Robin van Kuik. Maar de daaruit volgende vrije trap levert niets op.
Mark van der Meulenhof brengt in. Jansen. En dan komt de bal naar links. Het duel met Filipaar en Robin van Kuik brengt de bal voor. Bij de tweede paal wordt hij ingebracht. Maar de bal verdwijnt net naast het doel van Thijs van Hoei. Mark van der Meulenhof komt te laat met zijn tackle. En nu blijft in balbezit. De bal wordt ingebracht. En daar wat duwen en trekken. En Thijs van Hoei pakt de bal wederom. Thijs van Hoei die vandaag door het publiek als man of the match zou worden benoemd. En die spelen een foutloze partij vandaag. De voorzet van Giovanni en Henskens die bereikt de voorhoede niet. En daar goed druk zetten. Bas van den Berg komt in het duel en wordt gehaakt door de nummer 3 van Malten. En die ontvangt daar de gele kaart. En hij had geluk dat er nog een verdediger met hem meeliep. Anders was het een rode kaart geworden. Maar het was niet direct een doorgebroken speler. De wissel in de 66e minuut. Michiel van Zuidam ruimt het veld voor Anwar Tuithof. En nu een zet door. Thijs van Hoei kan nog met zijn vingertoppen eraan. Bal komt bij Jansen bij de tweede paal. En die brengt de bal voor de voeten van Patrick Filipaar. En die tekent voor de 1-1. Zoals gezegd, het spel golfde op en neer met voor twee ploegen volop kansen aan weerszijden. Udi wat slordiger in de passing, zoals hier. En Nune kan overnemen. Kort daarna. Bal wordt geblokt. En Nune krijgt de corner. Duel. En hier gaat Bas van den Berg te opzichtig in de fout. En zijn overtreding levert hem een terechte gele kaart op. Nune in de aanval. En op de kluts komt hij mee. En nog een keertje heeft Nune het voordeel. Bal wordt ingebracht. En bij de tweede paal komt Filipaar net voor Robin van Kuik naar binnen gelopen. En die verzuimt de 1-2 op het scorebord te brengen. Nu in balbezit. Met Werts aan de bal. Blijft in balbezit. Bal wordt ingebracht bij de tweede paal. En daar staat Jansen. En die kan de bal aannemen. En met zijn linker brengt hij de 1-2 op het bord. En nu op voorsprong in een kort tijdsbestek van 1-0 achter naar een 2-1 voorsprong. En Udi moet weer achter de feiten aanlopen om te voorkomen dat de vierde opeenvolgende nederlaag een feit zal zijn. Maar Udi rechte de rug. Robin van Kuik brengt de bal in. Het duel. Hier komt de ingevallen Johan Vissers. Brengt de bal bij Kevin van Veen. En ook Kevin van Veen pakt zijn doelpuntje mee en brengt de stand op 2-2. Via de onderkant van de lat, kansloze doelman Voogd. En Udi staat weer op gelijke hoogte. In de 80e minuut. En nu is het vraag, wat gaat Udi doen? Gaan ze voor de overwinning? En het bleef een open wedstrijd. Met twee ploegen die volop kansen kregen en mogelijkheden. Hier het duel. Met de nummer 11 Wijnen. En wederom brengt Thijs van Hoei redding. De lange bal. Van Thijs van Hoei. Komt bij Kevin van Veen. Voor de voeten van Anwar Tuithof. En vanuit de schuine hoek krijgt hij een scoringspositie. Maar zijn schot verdwijnt hard naast het doel. Einde wedstrijd. Joep van Geelkerken brengt Anwar Tuithof in balbezit. Lopende Giovanni Henskens brengt afleiding. En het schot van Anwar Tuithof zeilt net over de lat. En daarmee is de wedstrijd ten einde. En is Udi op een 2-2 gelijkspel gekomen. Een terechte uitslag gezien de wedstrijd. En waarmee denk ik ook Bas Guskens wel zou kunnen leven. Ja, uiteindelijk ben ik wel tevreden met 2-2. We hadden het wel denk ik iets eerder kunnen afmaken. En met name de eerste helft hebben we kansen gehad om naar 1-0 of 2-0 te maken. Dan was het voetbal niet goed. Want wat we afgesproken hebben kwam er absoluut helemaal niet uit. We hadden als doelstelling om snel bij balverovering de ruimtes achter de verdediging te bespelen. Maar dat kwam de eerste helft absoluut niet uit. En daar ben ik ook zeer, zeer boos over geworden in de rust. Ik denk als we iets afspreken dan moet het ook zeer zeker nakomen. Uiteindelijk maken we een 1 en 2-1. En hebben we toch nog veerkracht om 2-2 te maken. Dus ik denk dat we wel kunnen leven bij de trainers met deze 2-2 uitslag. Die gelijkmaker die kwam eigenlijk voort uit een stukje opportunisme. Had je daar meer vaker willen zien op dit veld? Ja, wij
proberen wat sneller Kevin te gaan zoeken. Omdat die jongen 1 sterk aan de bal is, 2 kopsterk is. Want alle duels die hij met de kop aangaat met de centraal verdediger, ja, dat is een volledig duel. We weten van tevoren dat hij kan winnen of de tegenstander, maar het is niet bij voorbaat verlies. En dan mag je soms wel wat meer op het nest in het spel douwen. En daar hebben we tweede helft wat meer gedaan. Dat moest natuurlijk ook om de 2-8 stonden. Maar goed, goede goal van Kevin. Maar kunnen we eigenlijk zeggen dat gezien de kwaliteiten van beide ploegen, dat het eigenlijk een vrij normale uitslag is vandaag? Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. En natuurlijk is het een keer fijn om thuis te winnen. Aan de andere kant, we tonen veerkracht om na 2-8 stand toch 2-2 te maken. Dus daar kunnen we dan redelijk tevreden over zijn. En een goede keeper vandaag? Thijs liet vandaag absoluut zien dat het een topper is. Ja, we mogen hopen dat het gewoon elke week zo is. Dan hoop ik dat hij elke week man of the match is. Maar dan wel dat wij gewoon winnen. En dat brengt ons bij de uitslagen in de hoofdklasse B. Met onder andere Schijndel Blauw-Geel. Blauw-Geel wat een snel verkregen 0-2 voorsprong niet kan vasthouden en eindigt op 2-2. En Venray Baronie, de koploper, wint met 3-1. En dat brengt ons tot de volgende stand. Udi op een 6e plek met 14 punten uit 9 wedstrijden. En Blauw-Geel is terug te vinden op plek nummer 12 met 7 punten uit 9 gespeelde wedstrijden. Koploper blijft Venray. Dit was Skyline Sport voor deze week. Graag zien wij u volgende week terug bij de wedstrijd Blauw-Geel tegen Deurne. Skyline Sport.